Het is nog maar een maand dat we hier zitten en we zijn eigenlijk al goede vrienden. Ja, we zien waar ze mogen komen, wat ze kunnen doen, wat ze best niet doen, bij wie dat ze kunnen als ze problemen hebben. Je kunt altijd wel terug bij het zesde jaar. Je moet niet bang zijn, het is een heel leuke school. Ja, we zijn op GWP geweest, daar hebben we alle namen leren kennen. Samen met elkaar optrekken, dat blijft er nog bij. Dat zijn dingen waar ze naar uitkijken. Heel belangrijk voor het groepsgevoel, als ze zich veilig voelen. Het is een grote school, maar het is toch een bepaalde gezelligheid, een bepaalde gemoedelijke sfeer. Dat is zeker wel een absoluut pluspunt. Wat we ook doen, iedereen is er wel bij betrokken, iedereen kan erbij betrokken worden. Ik ben hem aan het helpen. Omdat ik mij voel. Er is veel groen rond onze school. Vas-y, Félix. Je mange souvent des crêpes et des spaghettis. En bij één? Bij één, 17. De kwaliteit van deze school is goed. Ja, de kwaliteit van het onderwijs is hier zeker goed. Nadien succesvol, goede keus gemaakt. Voor op alle vakken ligt het hoog. Je krijgt een bredere basis. In het eerste jaar hebben ze hier leren leren, mindmaps maken, plannen. Mij heeft dat heel hard geholpen, ja. Ik ben bereid een bundel te maken. Ik heb dat ook niet gemaakt. Dan krijg ik een aantekening. Te streng zijn we ook niet, ze moeten wel luisteren. Strengheid is wel goed voor onze eigen discipline. En ene voor de centimeter. Als beter. Heel goed, jongen. De twee, daarom. 0,020. Ze gaan nu niet uitleggen als je het stom doet. Dan gaan ze juist extra helpen. Om je extra motiveren om de oefening toch te kunnen doen. Dat is heel fijn. Je moet eigenlijk gewoon afleiden. Ah, dat is niet erg hoor. Iedereen maakt foutjes. Nu snap ik het. Als je dat wil, dan is het dan. Die leerkrachten komen bij elke leerling zien of je hun hulp nodig hebt. Laten we zeggen dat voor 7 uur wiskunde dat wel aangenaam is. Ze heeft goed les. Gewoon omdat ze zo energievol is. Ze gebruikt veel beweging. Als je naar een goede leerkracht en hij legt goed uit op een manier dat alle kinderen het begrijpen. Ja, het is ook leerstof, maar ze leren ook echt hoe dat je het in bijvoorbeeld ook praktijk moet doen. Het is heel afwisselend. Remember, try and do part 3. Daarvoor hebben ze de modules in het leven geroepen. Je kunt extra kiezen vanaf het derde middelbare om ja, alles wat uitdagender te maken. Hier krijgen de leerlingen veel verantwoordelijkheid. Dat ze echt hun eigen weg ook kunnen zoeken in functie van hun talent. Donc toi tu sais vraiment décrire, ok. En we trachten hen hier zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taken, maar ook bij hun lessen. Dan kunnen zij hier samenwerken aan projecten en zo kunnen ze elkaar ook stimuleren en helpen om samen iets te bereiken. Eigenlijk als je zo ziet van alles wat ze leren en zo, is het eigenlijk al dat ze goed opvolgen en zo. Dat ziet er heel goed uit. Ja, dat weet ik mevrouw. Ze zeggen mannetjes, dit jaar geen cursus, schrijf het zelf op. Ik help u, dat is ter voorbereiding van volgend jaar. Ik denk aan ook leraarsopleiding of pedagogie. Ik ben wel geïnspireerd door de manier waarop ze hier lesgeven. Dat is een beetje een bril krijgen, waardoor dat ze vaak beter begrijpen wat dat er rondom hen gebeurt. Ik leer er ook wel veel uit. Ik merk dat ook wel zo gewoon in mijn normale dagelijks leven. De directie maakt eigenlijk wel makkelijk tijdsvrij voor ons. Om vooral meer activiteit te doen samen met leerlingen. En dan laten ze weten wat ze er juist van dachten, wat precies niet gaat en wat wel gaat. Maar ze hebben echt wel een gevoel van vrijheid zo, op de campus en dat is wel belangrijk. Openheid, respect voor elkaar. Iedereen is hier gelijk. Ja. Dat we heel veel aandacht ook hebben voor onze leerlingen op zich. Aandacht op vlak van het emotionele. Leerkrachten zelf, dat je echt ziet van
hoe dat ze ook zelf zijn. Dus niet dat ze er gewoon staan om je les te komen geven, maar ook echt wel zo met je inzitten. De zesdejaars, die gaan ervoor. En dat gaat er altijd fair aan toe. Fair play, inderdaad. Respect voor elkaar. En dat kan wel het resultaat zijn van al die waarden die ze eigenlijk meegekregen hebben in die 6 jaar. Ik ga de school zeker missen. De leerlingen, de collega's. Vooral omdat de sfeer goed is en iedereen wordt geaccepteerd.